en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we lekker kletsen over mijn top 3 favoriete producten van elke make-up categorie. Ik heb dit video idee echt massaal zien rondgaan op YouTube de afgelopen tijd. Iedereen knalt een top 3 favoriete make-up producten eruit. En ik dacht, laat me dat ook doen. Ik maak heel vaak video's over make-up die ik goed vind, make-up die ik slecht vind. Maar ik heb nog nooit echt een top 3 per categorie gemaakt. En jullie hebben me ook berichten gestuurd of ik zo'n soort video wil maken. Dus vandaag gaan we dit doen en we gaan het echt hebben over een heleboel producten. Want er zijn echt heel veel make-up categorieën en 3 producten per categorie is echt een heleboel. Dus pak er iets lekkers bij, iets te eten, iets te snacken en lekker drinken. Kom gewoon lekker genieten van deze video. Dus laten we gewoon gelijk beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Nou, ik zal eventjes gelijk alle vragen beantwoorden over deze make-up look. Deze look heb ik gemaakt in de video waarin ik de I Heart Revolution X Pebbles Cornflakes collectie heb getest. Super, super leuke video. De look is echt super mooi geworden. Dus ik raad je echt aan om die video te bekijken als je wilt weten hoe ik deze look heb gemaakt. De lipkleur die ik nou op heb is mijn NYX Shine Loud Lip Gloss in de kleur Global Citizen. Is een hele mooie cool tone bruine nude kleur. Ik vond hem heel mooi staan met de achtergrond en dit het topje. Oké, laten we beginnen met categorie nummer 1 en dat is gezichtsprimer. Ik hou van gezichtsprimers. Ik vind het echt fantastisch om een hele mooie basis te hebben onder mijn basis. En ik heb hier mijn top 3 favoriete gezichtsprimers van de afgelopen tijd. Ik ga beginnen met een olie. Dit is de Pixie Primer Oil. Deze heb ik vandaag ook weer gebruikt en is echt amazing. Dit is echt een super, super fijne, glowy, vettige basis voor onder je make-up. Vooral als je een droge huid hebt, zoals mij, is dat gewoon heel erg fijn. Ik breng hem ook altijd aan als ik weet dat ik inga met matte producten. Want dan heb ik een lekkere, vettige basis en dan wordt mijn gezicht niet helemaal zo uitgedroogd. Hij is ook super makkelijk te combineren met alles. Ik breng hem altijd aan na mijn dagcreme. Hij voelt super fijn aan. Trekt echt goed in. En dat doet niet elke olie. Deze vind ik echt super duper duper fijn. En ik heb hem echt al heel vaak gebruikt. Inclusief vandaag. Als ik wil gaan voor een hele smooth basis ga ik voor deze. Dit is mijn NYX Marshmallow Primer. Deze ruikt niet alleen lekker. Maar hij is ook echt fantastisch als je wilt gaan voor een hele smooth basis. Het is een beetje een soort van mousse-achtig iets. Maar het voelt zo fijn aan, jongens. Het maakt je gezicht helemaal smooth en egaal. Gebruik alleen niet te veel. En hij blendt gewoon heerlijk in. Hij droogt je huid ook niet uit. Hij is ook niet mat. Je zou denken als hij smooth maakt en egaal dat hij een beetje mat is. Dat is hij niet per se. Hij is nog best wel gewoon soortig van vettig of zo. Maar hij hydrateert ook gewoon. En hij maakt het helemaal smooth en egaal. Dus deze vind ik ook heel erg fijn. Het hangt altijd een beetje af voor wat voor look ik ga. Welke ik gebruik. En mijn duurste is deze. Charlotte Tilbury Flawless Filter. Deze heb ik in de kleur 4. Deze is ook echt super fijn als je houdt van een glow. Deze geeft echt een prachtige glow aan je gezicht. Deze is echt fantastisch. Hij is wel een beetje droog. Maar kijk echt de glow die het geeft. Het geeft echt een hele subtiele glow. Maar het is echt fantastisch. Super, super fijn product. Hij is wel aan de dure kant. Maar ik heb absoluut geen spijt dat ik hem heb gekocht. Want ik vind het echt fantastisch. Vooral als ik weet dat ik inga met een beetje een naturel make-upje. Dan gebruik ik hem vaak. En dan schijnt die hele glow er helemaal zo mooi doorheen. Ook zorgt hij er echt voor dat je make-up langer en beter blijft zitten. Dus deze vind ik echt super mooi. Als je houdt van een glowy face, dan is dit echt iets voor jou. Categorie nummer 2 is foundation. Een van de beste foundations is deze van Catrice. Dit is de Catrice True Skin Hydrating Foundation. Deze heb ik in de kleur 039 Warm Olive. Warm olijf ondertoon vind je echt letterlijk nooit bij de betaalbare categorie. Dit is echt een van de weinigen die zo'n ondertoon heeft. En deze matcht echt perfect met mijn huidskleur. Deze foundation is echt like 5-6 euro en is fantastisch. En ik bedoel niet alleen maar in de betaalbare categorie. Hij is ook gewoon beter dan een heleboel dure die ik heb gebruikt. Hij hydrateert de huid. Hij maakt alles mooi smooth. Hij heeft echt een volledige dekking. Hij blijft echt lang goed zitten. Ik heb hem echt 10 tot 12 uur opgehaald en hij blijft echt goed zitten. Deze, als hij 40 euro was geweest, had ik er gewoon letterlijk 40 euro voor betaald. En ik heb hem ook vandaag op. Kijk even hoe smooth mijn basis is. Als je al de hele tijd naar de video kijkt en denkt van wat ziet haar huid er mooi, smooth en egaal uit.
Dit is het, jongens. En het is letterlijk Catrice. Had je dit ooit verwacht van een merk als Catrice? Ik in ieder geval niet. Maar deze, ook de concealer vind ik super fijn. De losse poeder vind ik super fijn. Ik vind hun True Skin Line echt fantastisch. Het volgende is hier niet te koop, want ik heb hem gehaald bij Sephora. Maar toch is dit wel een van mijn fave producten. En toch wil ik hem gewoon laten zien. En dat is deze. Dit is de Fenty Beauty Ease Drop Blurring Skin Tint. Ik heb hem in de kleur 13. En dit is dus Fenty Beauty. Jullie weten, is hier niet te koop. Maar mocht je ooit in de gelegenheid zijn om Fenty Beauty te kopen, dan zou ik deze zeker halen. Het is dus een skin tint. Dus het heeft een lichte dekking. Maar het geeft nog wel een klein beetje dekking. Het maakt je gezicht wel mooi egaal. Maar gewoon met een hele lichte naturel dekking. En deze is echt gewoon fantastisch. Het heeft een hele mooie matte naturel finish. Deze combinatie is echt geweldig. Deze eronder en dan deze. Nou, dit is echt super mooi. Want deze geeft deze weer een prachtige glow. Ik vind het echt fantastisch. Ik hou niet zo van een natural lookje. Zoals je kunt zien. Maar zo nu en dan ga ik wel voor naturel. Je kunt niet overal heen gaan met zo'n soft glam look. En ik merk aan mezelf dat ik toch de hele tijd voor dit product ga. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is super mooi. En ik denk dat hij ook echt geschikt gaat zijn voor elke huidtype. Last but not least is de Oldie But a Goodie. Ik had hem al heel lang niet gebruikt. Maar de afgelopen tijd gebruik ik hem weer. En ik vind hem super mooi. En dat is deze. Dit is de NYX Born to Glow Foundation. Deze heb ik in de kleur Neutral Buff. En zoals erop staat Born to Glow. Het is ook echt een glowy foundation. Oh my god. Ik heb gewoon lipstick hier op mijn tand. Had niemand dat even kunnen zeggen. Het heeft echt een mooie volledige dekking met een prachtige glow. De glow is niet too much. Je ziet er niet vettig uit ofzo. Want dat wil echt niemand. Maar het geeft gewoon een glow. Ook voor de vettige huid is hij heel mooi. Want hij dekt echt volledig. En hij maakt zo mooi egaal. Deze kleur die ik hier heb is ook echt perfect met mijn huidskleur. En hij is betaalbaar. Jongens, wat wil je nog meer? Dus als je houdt van een mooie glowy egale dekking. Dan raad ik hem echt zeker aan. Volgende categorie is concealer. En een van mijn nieuwste, fijnste concealers is deze van Revolution. Dit is de make-up. Makeup Revolution Bright Eye Illuminating Concealer. Deze heb ik in de kleur Medium Light. En ik snap niet waarom hier niet meer over wordt gesproken. Deze heeft echt een prachtige finish. Het is de Bright Eye Concealer. En dat doet hij ook echt. Hij verlicht het hier compleet. Hij heeft ook een hele mooie dekking. Ik had niet echt verwacht dat de dekking goed ging zijn. Want vaak als ik zie Bright Eye Illuminating en dat soort dingen. Die soort concealers hebben vaak echt een beetje een slechte dekking. En daar hou ik niet van. Qua concealer moet het echt zeker een medium tot volledige dekking hebben. En dat heeft hij ook gewoon echt. Hij is super goedkoop. Ik vind hem echt fantastisch. Als je houdt van een mooie verlichte onderoog. Dan gaat het echt ideaal zijn voor jou. Ik snap niet waarom ik niet meer mensen hierover zie praten. Als ik ga voor een full beat face. Dan is dit mijn go-to concealer. Dit is de Be Creative Wonderwear Concealer. Deze heb ik in de kleur 4W Medium Warm. Ik heb hem ook in de kleur 5W. Die is iets donkerder. Maar ik ga meestal voor de wat lichtere kleur. Deze heeft echt een volledige matte dekking. Echt super, super mooi. Ik vind ook de grote applicator echt super fijn. Je kunt lekker snel werken. Je hoeft ook echt niet veel te gebruiken. Ik gebruik altijd alsnog wel veel. Maar dat hoeft echt niet. Als je ook maar een beetje aanbrengt, dekt hij echt alles volledig. De prijs is ook gewoon goed. Dit is gewoon een Hollands merk, gewoon hier in ons landje. Dat vind ik ook altijd heel leuk om te supporten. Ik vind dit echt een fantastische concealer. Hij creased ook niet, blijft heel erg goed zitten. Dit is ook echt een totale dupe voor de Tarte Shape Tape concealers. Ze lijken echt super, super veel op elkaar. En ondanks dat het een matte volledige dekking heeft, vind ik ook nog wel dat hij gewoon goed hydrateert. Dus deze vind ik heel erg fijn. En dan heb ik hier de laatste concealer. Dit is de Clinique Even Better All Over Concealer. Deze heb ik in de kleur WN38. Deze vind ik heel fijn op mijn naturel dagen. Het heeft ook echt de meest aparte applicator ever. Zo een beetje schuinachtig. En op mijn naturel dagen gebruik ik deze. Deze heeft een medium dekking met een hele natural finish. Echt heel mooi als je voor een mooie natural everyday lookje gaat. Hij kost wel wat, maar ik vind hem echt super mooi liggen op de huid. En ook voor de iets oudere huid denk ik dat deze echt fantastisch gaat zijn. Omdat hij niet zo in de fijne lijntjes gaat zitten. En dat vind ik heel belangrijk. Ik wil niet dat mijn concealer hier helemaal gaat creasen en zo. En dat doet deze echt totaal niet. Dus ik vind deze echt super, super fijn. Oké, de volgende categorie is iets heel anders. En dat zijn mijn top 3
favoriete oogschaduwpaletjes. Ik ga beginnen met iets wat ik echt gebruik sinds ik het heb. Letterlijk elke keer als ik gewoon iets ga doen uit eten of wat dan ook, gebruik ik deze producten. En het is geen normaal paletje, want het zijn van Distel Quads. Dit zijn de Morphe 2 Squad Goals Quads. En ik heb letterlijk alle kleuren, want ik heb ze ontvangen in PR. Deze quads zijn zo ontzettend fijn. Die ik het vaakst gebruik is de bronzy kleur. Dit is de kleur Stay Golden. En dan heb je hier een mooie glanzende oogschaduwkleur. Daaronder heb je een hele mooie blush. Daaronder heb je een lipproduct. En als laatste heb je een hele mooie pressed glitter. En je hebt hem dus in heel veel kleuren. Je hebt hier bruin. Je hebt hier een beetje peachy kleur. Je hebt hier een roze. Je hebt hier een beetje een nude kleur. En ook als laatste paars. Deze zijn zo ontzettend makkelijk. Wat ik altijd doe is dat ik inga met de blush hier zo in mijn crease. Dan pak ik de glanzende kleur zo op mijn ooglid. Dan de lipkleur voor mijn lippen. En dan als laatste de pressed glitter nog zo erop. En dan heb je echt super super snel gewoon een prachtige ooglook. Ik vind ze echt fantastisch. Ik heb er ook een Instagram reel video over gemaakt hoe ik ze gebruik. Dus ik denk dat het wel leuk is om die eventjes aan jullie te laten zien. Is dit niet echt het mooiste effect ever? Ze zijn super makkelijk, super snel, heel veel kleuren en best wel betaalbaar. Ze zijn gewoon te bestellen bij de Morphe EU website vanuit Engeland. Je hoeft geen douane of iets te betalen, want dat hebben hun al gedaan voor ons. Dus je kunt daar gewoon makkelijk deze quads bestellen. En ik raad ze echt allemaal aan. Ik vind ze echt gewoon fantastisch. Next up, ook een paletje die ik al gebruik sinds ik hem heb. Wel een beetje duur, maar dat is dit paletje. Dit is het Pat McGrath Mothership Palette. En deze is echt super duper duur. Jullie weten, Pat McGrath Labs, als je dat merk kent, is gewoon een super high-end merk. Zit letterlijk in de topcategorie qua luxury make-up. En dit paletje heeft dan ook een fantastische prijs van maar liefst €120 voor slechts 9 kleuren. Nou, dat is echt toppie. De kleuren zien er wel echt prachtig uit. Je hebt twee matte kleuren. Deze kleur hier is mat en de kleur hier. En de rest is allemaal glanzend. Ik heb ook een hele video gemaakt over dit paletje, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Vooral de kleur hier is super mooi. Kijk, hij gaat zo van roze paars naar groen. Zie je zo die shift? Kijk even hoe mooi en apart het is. Het zijn gewoon twee kleuren in één. Het verandert van paars naar groen. Super apart. En wat ik gewoon heel tijd doe is ik pak deze twee kleuren. Deze lichte kleur doe ik in mijn crease. Deze donkere kleur zo in de buitenste hoek. En dan pak ik gewoon een random glanzende kleur. En die breng ik dan over mijn hele ooglid. Super makkelijk. Super snel. En dan heb je toch de hele tijd een andere look. Ik heb hier €120 voor betaald. Dus ik haal letterlijk elke cent eruit. En dit paletje gebruik ik daarom echt super vaak. En ja, hij is duur. Maar het is wel echt het beste paletje die ik heb. De kwaliteit is het wel echt waard. Hij is echt super super goed. En dan als laatste, als ik ga voor een heftige kleurrijke look, dan is dit het paletje waar ik de afgelopen tijd echt voor ga. Morphe X Lisa Frank paletje. En het is echt het meest prachtige kleurrijke paletje ever. Super veel kleuren, mat en glanzend. Ik heb hier echt super duper veel looks meegemaakt. Ik heb hier gisteren nog een look meegemaakt. Super fijn paletje. De kwaliteit is echt heel erg goed. En dit is gewoon echt fantastisch als je houdt van felle kleurtjes. Wat ook echt heel mooi is als je gewoon meer gaat voor een everyday look, is dat je gewoon één kleur pakt en die aanbrengt over je hele ooglid en crease als een soort van smoky vibe. Daarvoor is hij ook heel erg mooi. En dit paletje is echt gewoon ideaal als je houdt van heftige looks. Ik maak vooral op Instagram hele heftige looks. Dus ik vind hem echt fantastisch. Oké, jongens, ik ga er eventjes wat rapper doorheen, want anders wordt de video echt veel te lang. En next up is eyeliner. Ik hou van een mooie winged eyeliner. Altijd als ik iets ga doen, of ja, bijna altijd, breng ik wel een wing aan. En ik heb hier mijn top 3 en ik zal beginnen met de beste van de 3. En dat is deze, de Kyliner van Kylie Cosmetics. Dit is echt de fijnste eyeliner pen ever, jongens. Hij is super zwart, super secuur. Hij bloedt niet, hij gaat gewoon lang mee. Ik vind hem echt fantastisch. Kijk even dit. Dit is gewoon één wipe. De punt is echt super puntig. Je kunt hier zo ontzettend secuur mee werken. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is ook echt al helemaal vies, omdat ik hem echt al 100 keer heb gebruikt. Dit is echt mijn go-to
Ook voor beginners is hij echt super fijn, omdat je gewoon zo heel makkelijk zo een puntje kunt maken. Dit is op dit moment mijn nummer 1 eyeliner pen. Voor de mensen die hem misschien een beetje duur vinden, heb ik hier ook een dupe. Daar heb ik laatst ook over verteld. Dit is mijn She Glam pen van Shein. Deze heeft ook echt een hele puntige punt. Ook deze is heel erg mooi. Hij is super duper zwart, zoals je kunt zien. Enige verschil met de andere is dat hij een beetje waterig is en wel bloed. Deze gaat het wel iets minder lang volhouden dan deze andere. Maar hij is wel echt super fijne punt. Heel fijn ook voor beginners. Vooral als je nog wilt oefenen. Hij is echt super goedkoop. Echt belachelijk goedkoop. Ik zou hem zeker halen en hem proberen. Ik vind hem echt heel, heel erg fijn. Ook gewoon goed zwart, zoals je kunt zien. I love it. En dan als laatste heb ik hier de Essence Liquid Ink in de bruine kleur. Als je zwart iets te hard vindt voor jou en meer houdt van een lichtere bruinachtige kleur bijvoorbeeld, dan is dit echt iets voor jou. Spotjes goedkoop. Dit is echt de mooiste bruine eyeliner die ik heb. Dit is dus geen pen, maar gewoon zo'n liquid. En echt super mooi. De kleur, wow, dit is echt de meest slechte swatch ever. Wacht even hoor. Kijk hem hier. Super gepigmenteerd. Heel mooi bruin. Ik vind de kleur bruin ook echt heel erg mooi. Je hebt hem ook in het zwart. Ook in het zwart is hij echt heel erg fijn. Spotjes goedkoop. Wel iets moeilijker om mee te werken. Ik vind persoonlijk altijd een pen iets makkelijker. Maar voor mij maakt het niet uit. Ik ben altijd wel goed in een wing maken. Aangezien ik de kant elke dag doe. Super, super fijne eyeliner. Dus dit is mijn top 3. Next up is mascara. Mascara is een van die producten dat altijd super duper persoonlijk is. Het hangt echt af van wat voor wimpers jij hebt, welke jij fijn gaat vinden. Dus dat ik iets fijn vind, kan misschien niet zijn dat jij het fijn vindt. Ik heb hele korte, slechte wimpers. En ik zie vooral heel veel verschil tussen mensen met lange en korte wimpers. Wij verschillen echt heel erg vaak in welke wij fijn vinden. Maar let dus op, ik heb hele korte wimpers. Ik ga beginnen met de eerste. En dat is de Sky High Mascara. Mascara van Maybelline. Deze was helemaal overhyped op TikTok. Iedereen vond hem fijn, dus ik moest hem ook proberen. En ook ik vind hem fijn. Borsteltje ook echt super fijn. Hij gaat zo een beetje smaller naar buiten toe. En dat is heel fijn voor die binnenste wimpertjes hier, om die zo vast te pakken. Hij maakt ze echt super lang. Ik vind het echt heel erg fijn. Next up is mijn Benefit Bad Girl Bang Mascara. Dit is wel de kleine versie. Deze gebruik ik al weet ik voor hoe lang, maar ik vind hem nog steeds echt een van de beste mascara's. Kijk even die applicator. Ik vind het zo mooi. Ook weer zo dunachtig. Ook weer ideaal voor de onderste wimpers. En voor die kleintjes zo hier in de binnenste ooghoek. Ik raad bijna nooit een dure mascara aan. Omdat er gewoon zoveel betaalbare versies zijn. Die gewoon even geweldig zijn. Maar dit is echt een van de weinige die ik echt geweldig vind. En dan heb ik hier de Catrice Life Changer Waterproof Mascara. Dit is een van mijn fijnste en nieuwste. En deze is ook weer heel fijn. Ook weer zo'n dunne borstel. Ja mensen, ik hou gewoon echt van deze dunnere. Ik hou niet zo van die grote, want die zijn ook niet fijn voor de onderste wimpers en zo. Maar ik heb gewoon gezien dat dit soort borsteltjes, vooral met mijn korte wimpers, gewoon echt het beste werken. Dus ik vind deze ook echt heel erg fijn. We gaan verder met bronzer. Jullie weten van mij, ik hou van bronzer. Ik kan geen dag zonder bronzer. Altijd als ik me opmaak, breng ik bronzer aan. Of het nou een hele heftige look is, een naturel look, I don't care. Ik moet gewoon mooi gebronsd zijn. En ik zal jullie mijn 3 faves vertellen. Morphe X Alvani Greg bronzer in de kleur Hawaii. Een hele, hele mooie warme bronzer. Je hebt hem in 3 kleuren. Licht, medium en donker. En ik heb dus een medium en dat is Hawaii. Dit is echt een van de mooiste warme bronzers ever. Heb ik hem vandaag gebruikt? Ik heb hem vandaag gebruikt. Ja, dit hele bronzy effect is allemaal deze prachtige bronzer. Ik ben niet echt van de cool tone bronzers. Ik hou altijd van een hele mooie warme bronzy kleur. Alsof ik zo ben gebronsd door de zon. Dat is altijd een beetje het effect waar ik voor ga. En deze is echt fantastisch. Is lekker gepigmenteerd. Prachtige kleur. Blend goed uit. Lekker betaalbaar ook. Soort van. Het zit een beetje in de medium categorie. En het heeft een hele subtiele lichte glans die je bijna niet ziet. Dus ik vind hem echt prachtig. Next up is mijn MAC Give Me Sun bronzer. Deze bronzer heb ik echt al jaren. Normaal is hij zo bol. Maar ik heb hem al zo vaak gebruikt. Er zit gewoon een hele deuk in, zoals je kunt zien. Deze heb ik al letterlijk jaren en is gewoon nog steeds tot de dag van vandaag een van mijn fave bronzers die ik gewoon nog steeds gebruik. Ook weer zo net als die andere is heel mooi warm. Heel mooi bronzy. Hij is ook een beetje gelig bronzy. Dat vind je ook niet heel vaak. En ik vind hem gewoon echt fantastisch. Ik gebruik hem al jaren. En ja, dit is gewoon echt een bronzer die ik gewoon forever zal gebruiken. En als laatste heb ik hier mijn Catrice Clean ID Mineral bronzer. Dit is een iets lichtere matte bronzer. Deze is ook iets minder warm. Deze is een tikkietje meer cool.
En deze bronzer vind ik heel fijn op de dagen dat ik wat lichter ben. Gebeurt niet heel vaak. Ik ben altijd wel best wel wat bruin. Maar als ik een aantal weken niet zon, kan mijn huidskleur best wel licht worden. En dan is dit echt de ideale bronzer voor mij. Hij is zo die perfecte kleur. Niet te licht, niet te donker. Heel mooi. Dit zou ook echt prachtig zijn als een contourkleur voor een mens met een wat lichtere huid. En ook heel betaalbaar. Oké, top 3 blushes van het moment. Net als bronzer hou ik ook van blush. Ik breng altijd heel veel blush aan. Ik weet niet hoe vaak ik onder mijn video's heb gezien dat mensen vinden dat ik te veel blush opdoe. Maar I just love it. Ik word helemaal gek van die lipsticks steeds op mijn tand. Wat is dit? Ik ga beginnen met echt mijn nummer 1 fave blush. Kylie Cosmetics blush in de kleur We're Going Shopping. Dit is nog wel van de oude collectie, dus nog wel die oude verpakking. Dit is echt de meest mooie peachy matte blush ever. Ik heb hem ook weer vandaag op. En ik vind hem zo fijn, omdat de pigment gewoon heel goed is. Hij blendt echt fantastisch uit. En de kleur past letterlijk met elke make-up look. Welke look ik ook maak. Dit is echt zo'n kleur die gewoon echt letterlijk overal bij past. Super, super een mooie kleur, zoals je ook vandaag kunt zien. Hij is ook niet too much. Ik vind deze echt fantastisch. En volgens mij is de kleur er ook nog in de collectie van nu. Dan ga ik verder met de Papa Don't Peach blush van Too Faced. En dit is een prachtige peachy, super, super glanzende blush. Zoals je kunt zien, echt heel veel glans. En ik heb het ook al in een andere video verteld, maar deze blush gebruik ik als blush topper. Want hij is super glanzend. Alleen vind ik hem niet zo mooi. Dan is hij ook een beetje iets te licht. Kijk even hieronder. Hij is echt super glanzend. Het is gewoon bijna gewoon net als een highlighter of zo. Maar hij is echt prachtig als gewoon zo erop. Hij geeft echt de mooiste glow ever. Tenminste, als je daarvan houdt. Als je niet houdt van een glow, dan zou ik hem niet halen. En altijd wanneer ik een beetje voor een naturel lookje ga. Niet al te veel make-up. Maar ik toch wel zo dat die mooie glow wil behouden. Ga ik in met deze blush. En dan breng ik ook geen highlighter meer aan of zo. Gewoon alleen maar dit. En dit geeft echt de mooiste glow. Zien we dit? Kijk even wat een verschil. Net was het hier gewoon helemaal mat. En nou zie je hier helemaal zo'n prachtige glow. I love it. En als laatste wat cream blushes. Morphe cream blush. Ik ben de afgelopen tijd echt obsessed met cream blush. Net als een heleboel van jullie. Maar ik had best wel wat moeite met een betaalbare goede cream blush vinden. Allemaal die ik goed vond waren allemaal best wel duur. Totdat ik deze heb ontvangen in PR. Je hebt ze echt in een heleboel kleuren die ik echt fantastisch vind. Is de kleur Sweet Scandal. Is een hele mooie roze kleur. Deze zijn zo makkelijk te blenden, jongens. Ik vind ze echt fantastisch. Kijk ook even deze kleur. Hoe mooi. Echt een prachtige roze kleur. Kijk even hoe makkelijk dit blendt en hoe vloeibaar het is. Super duper mooi. En je hebt ook echt een goede kleur voor elke huidskleur. Ik heb hier de kleur Verified. Die is echt ideaal voor een iets lichtere huidskleur. Ik heb hier de kleur Racy Pink. Die zou echt prachtig zijn op een donkere huidskleur. Maar ik heb hem ook gebruikt. En ook op mij is hij heel mooi. Als je gewoon een klein beetje aanbrengt en gewoon goed blendt. Blendt het helemaal prachtig in de huid. Ik vind ze echt fantastisch. Dan ga ik verder met highlighter. Jullie weten, ik hou altijd wel van een iets wat heftige glow. En ik zal ook weer beginnen met mijn nummer 1 fave highlighter. En dat is deze Milani Baked Highlighter in de kleur 120 Champagne. Dit is echt de mooiste highlighter ever. Zoals je kunt zien, ook hierin zit weer een hele deuk. Ik heb hem echt al vaak gebruikt. Deze heb ik ook al 2 jaar of zo. Of een jaar. In ieder geval echt al heel lang. En dit is echt gewoon tot de dag van vandaag een van mijn faves. Kijk even deze prachtige glow. Super duper mooi. De kleur is echt perfect voor mijn huidskleur. Ik heb hem ook vandaag op hier op mijn lichaam. Super duper mooi. Deze is echt fantastisch. Ik gebruik hem echt al zo lang. Echt mijn go-to highlighter. Dan heb ik hier mijn Huda Beauty Glow Obsessions Palette in de kleur medium. Je hebt een licht, medium en dark. En zoals je kunt zien aan de kleur hier, is dat de kleur die ik het vaakst gebruik. Ik mix een beetje zo de 2 kleuren hier. En dit geeft echt de meest mooie, gouden, heftige glow ever. Het is een poeder, maar het brengt echt aan als een soort van cream. Het smelt helemaal zo mooi in de huid. Echt al heel vaak gebruikt, zoals je kunt zien. I just love it. Sinds ik hem heb, ben ik al obsessed ermee. Hij heet ook de Glow Obsessions en ik ben ook echt obsessed. Super duper mooi paletje. De 2 kleuren hieronder gebruik ik voor hier zo, om een beetje hier een mooie bronzy glow te creëren. Een super fijn paletje, ook niet al te groot. Dus ook handig voor op reis als je dat zou willen. Heel erg mooi, I love it. En dan als laatste heb ik hier de Catrice More Than Glow Highlighter in de kleur 030 Beyond Golden Glow. Dit is ook echt een prachtige highlighter. Het is een beetje een lichte champagne kleur. Hij is wel iets wat licht, maar deze is echt fantastisch. Deze heb ik ook de afgelopen tijd al zo vaak laten zien hier op mijn kanaal.
Kijk even deze kleur, hoe mooi. Oh my god. Hij is wel een beetje licht. Ik vind hem wel een tikkeltje te licht voor mij. Maar wanneer ik weer iets lichter ben, is hij ook weer echt prachtig. Ook voor lichte huidskleur. Je hebt hem ook weer in een aantal kleuren. Spotjes goedkoop. Te koop bij de Kruidvat. Super mooi. Hij lijkt heel veel op die van Huda, maar dan gewoon iets lichter. Echt een super mooie glow. Mensen, oh my god. Ik heb zoveel producten. Deze video duurt zo lang. Losse poeder is ook echt iets wat ik elke dag gebruik. En ik heb hier mijn top 3. En dit was echt super makkelijk. Ik wist gewoon gelijk welke 3 ik moest pakken. Cody Airspan poeder. Deze poeder heb ik ook vandaag op. Dit is echt een van mijn fave poeders. Hij heeft echt een matte dekking. Dat wel. Als je daar niet van houdt, zou ik hem niet gebruiken. De geur is ook echt super heftig. Maar ik hou gewoon van een heftige geur. Maar hij kan too much zijn voor mensen. Maar als je houdt van een poeder die jou een matte, volledige dekking geeft, is dit echt de perfecte poeder voor jou. Ook voor mensen met een vettige huid is dit echt ideaal. Je hebt 2 versies. Je hebt de normale en de versie met extra dekking. En die heb ik. Ik heb die met extra dekking. Want ik vind het mooi als ik hier gewoon wat extra dekking heb en het hier helemaal smooth wordt. Zoals je kunt zien heeft hij mijn gezicht helemaal niet uitgedroogd of whatever. Hij heeft het gewoon heel mooi smooth gemaakt. Echt fantastisch. Ik vind het echt heel mooi. Ik heb hem ook hier aangebracht om het hier zo mooi strak te maken. Hij is ook echt super groot. Gaat heel lang mee. En hij is betaalbaar. Dit is echt mijn go-to poeder. Dan heb ik hier mijn Make-up Studio poeder. Dit is mijn translucent poeder in de kleur 1. Je hebt hem in een aantal kleuren. Deze is nog letterlijk dicht. Want ik heb net een ander potje opgemaakt. Dus ik moet nog hier aan beginnen. Maar deze hebben jullie ook al heel vaak gezien op mijn kanaal. Dit is echt zo'n universal poeder. Die goed gaat zijn voor iedereen. Welke huidskleur ook. Welke huidtype je ook hebt. Deze heeft echt een mooie naturel finish. Hij maakt alles heel mooi smooth. Hij gaat er echt voor zorgen dat je concealer en zo niet gaat creasen. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is wel een beetje duur. Iets van 20 euro of zo. Maar hij gaat best wel lang mee. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Het staat beneden in de beschrijving op hun hele website. Dus deze poeder is echt super duper fijn. En dan als laatste heb ik hier mijn e.l.f. Halo Glow poeder. Dit is dus een glowy poeder. Ook een van mijn faves. Ik heb volgens mij no joke echt al 3 van deze poeders opgemaakt of zo. En nu heb ik er weer eentje. Deze heb ik ook weer net nieuw. En deze gebruik ik obvious wanneer ik ga voor een glowy face. Het is de Halo Glow. Ze hebben ook een matte versie. Die heb ik ook. Die is echt super mat. Voor mij persoonlijk vind ik hem iets te mat. Maar als je bijvoorbeeld een vettige huid hebt, gaat de matte echt ideaal zijn. Maar ik hou van de glowy versie. Hij geeft echt zo'n hele subtiele glow. Je lijkt niet vettig of whatever. Heel mooi. En vooral voor die lage prijzen is hij echt fantastisch. Oké, qua lipsticks was het een beetje moeilijk om echt een top 3 te vinden. Want er zijn echt een heleboel lipsticks die ik fijn vind. Maar het is me toch gelukt. Ik ga beginnen met de W7 Major Matte Lipstick in de kleur Exposed. Dit is echt een hele mooie nude kleur. De kleur is echt fantastisch. Echt super mooi. Kijk even hoe mooi dit is. Het heeft een hele mooie matte velvetachtige finish. En deze W7 lipsticks heb ik net ontdekt. Ik heb ze allemaal. Ik heb de hele collectie ontvangen. En dit is mijn fave kleur. Een hele mooie nude kleur. En deze zijn zo ontzettend fijn. Ze zijn een dupe van de Huda Beauty Matte Lipsticks. En zo ontzettend fijn. Zo creamy. Echt fantastisch. Vooral voor die super duper lage prijs. Ik zou echt oprecht die van Huda gewoon niet eens meer halen. Ik heb ze allebei. En ik zou zeggen, vooral voor het hoge prijsverschil, deze van W7 echt fantastisch. En je hebt ze echt in een heleboel kleuren. Ik vind hem echt heel mooi. Dan heb ik hier de Clarins Jolly Rouge Velvet Lipstick. En deze is ook echt prachtig. Zoals je kunt zien is hij echt vaak gebruikt. Ook de kleur vind ik heel mooi. Dit is de kleur 758V. Het is de kleur hier. Hier is die andere van net. En dit is de kleur van nu. Super mooi, een beetje lichte, rozige, bruine, nude kleur. Deze lipstick is een beetje duur, maar echt fantastisch. Ik kan niet eens vertellen hoe vaak ik hem heb gebruikt. Hij blijft letterlijk de hele dag goed zitten. Hij klampt helemaal vast aan je lippen op een goede manier. Niet op een slechte manier. En het is gewoon echt de meest mooie, mooie nude kleur ever. Ik combineer hem altijd met lippotloodje. Hij voelt super fijn aan op de lippen. Het voelt aan als een soort van vachtje. Het is echt zo velvetachtig. En zo voelt hij ook echt aan. Ik heb geen enkele lipstick die zo zacht aanvoelt. Echt gewoon een super fijne lipstick. En dan als laatste heb ik hier MAC lipsticks. En daarmee bedoel ik echt gewoon letterlijk elke MAC lipstick. MAC is echt een van mijn favoriete merken qua lipstick. Ze hebben echt gewoon de beste. Ik heb hier gewoon even wat 3 gepakt. Gewoon random. Ik heb hier de kleur Twig bijvoorbeeld. Die is heel mooi. Beetje
paarse ondertoon. Kijk, even die kleur ook heel mooi. Ik heb echt een boel MAC lipsticks. En MAC staat echt gewoon in de top. Gewoon letterlijk elke MAC lipstick. Gewoon allemaal. Ik vind ze gewoon allemaal geweldig. Next up is lipgloss. Ik heb hele droge lippen. Dus ik hou altijd van lipglossjes, olie, allemaal dat soort dingen. En ik heb hier mijn top 3. Ik ga beginnen met lipolie. Ik heb hier mijn Clarins lipolie in de kleur 04 Candy. Ik heb ook al heel vaak op mijn kanaal verteld over deze Clarins lipolie. En deze kleur is echt mijn fave. Ik heb ook nog een heleboel andere. Lipolieën zijn zo fijn. Ik weet officieel is het niet een lipgloss. Maar ik wilde het toch gewoon hier erin knallen. Als je op zoek bent naar een hele fijne, niet plakkerige, super duper fijne lipolie. Dan is dit echt jouw beste vriend. Kijk die applicator hoe groot. Oh my god. Hij heeft niet echt de kleur. Hij is een beetje licht roze wel. Maar heel lichtjes maar. Kijk, dit is de kleur. Super glossy. Super mooi. Helemaal niet plakkerig. Echt fantastisch. Zoals je kunt zien heb ik hem ook al vaak gebruikt. Ik heb hem nog maar een klein beetje. Maar ik vind hem echt super fijn. Ik raad hem iedereen aan. Next up is mijn Too Faced Lip in Ejection Lip Gloss. Dit is van de Teddy Bear collectie. Deze is een beetje bruin goudachtig. Een beetje glitterig. Maar je hebt hem ook in een heleboel andere kleuren. Het gaat mij niet echt om de kleur. Maar gewoon de hele lijn is echt fantastisch. Als jij oprecht vollere lippen hebt, is dit echt de gloss voor jou. Ik kan bijna nooit een gloss vinden die echt je lippen voller maakt. Ik weet, er zijn een heleboel lip plumping, volumizing lip glossjes die claimen je lippen wat voller te maken. Maar iedere keer als ik ze gebruik, is het toch een beetje mooi en is het niet echt? Deze wel. Dit brandt echt je lippen eraf. Dat moet ik wel eventjes bij voorbaat erbij vertellen. Maar het laat je lippen oprecht voller lijken. Ik vind hem echt fantastisch. Super duper mooi. Beetje wel duur, maar ik heb echt geen spijt van mijn aankoop. Ik vind ook de kleur heel mooi. Ik had toen deze hele collectie getest. En deze is echt gewoon fantastisch. Ik vind hem echt heel erg mooi. En als laatste heb ik hier de Revolution X Sove Lip Kit. Sove is een influencer en ze heeft al volgens mij 3 collecties uitgebracht met make-up. A Revolution. En dit zijn de lipkits van de laatste collectie. Deze lipkits, jongens. Amazing. Je hebt dus 2 kits. Je hebt hier de donkere kit en de iets lichtere. Maar ik combineer gewoon heel de tijd allemaal van alles. Ik vind het altijd heel mooi om de lippotlood van de donkere te gebruiken. En de lipbalm van de lichte. Dit is dus geen lipstick, maar echt een lipbalm die echt hydrateert. En hij hydrateert ook echt. Hij is echt super fijn. Kijk, het heeft ook niet echt een kleur. Het is gewoon een glans met een heel licht kleurtje erdoorheen. Lipbalmpjes blijven letterlijk nooit lang goed zitten. Dat is gewoon niet een ding. Lipolie, lipbalm. Je moet ze altijd wel eens bijwerken. Dus dat verwachtte ik ook hiermee. Ik dacht ja, een lipkit, lipbalmpje. Het was heel mooi. Het voelt ook heel fijn aan. Omdat het zo lekker hydrateert en het echt een balm is. Maar ik dacht ja, dit gaat er vanaf binnen 10 seconden. Nee, dit blijft de hele dag goed zitten jongens. Ik heb ze nou al zo vaak opgedaan als ik wegga. Ik heb gegeten, ik heb gedronken en nog steeds blijft het gewoon goed zitten. Dat is voor mij echt shocking voor een lipbalmpje. Ik vind ze echt fantastisch. Fantastisch. Ze staan ook lekker betaalbaar. Ik haal ze gewoon lekker allebei. Ik was zo in shock dat ze gewoon zo lang goed blijven zitten. Daarom wil ik deze jullie echt absoluut aanraden. Nou jongens, dit was het dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik zit hier echt al meer dan een uur te praten. Ik ben echt kapot. Mijn mond is gewoon droog. Ik heb het gewoon warm en alles. Weet je hoe intensief het is om een uur lang gewoon te zitten praten? Oh my god. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video. Pak je portemonnee erbij. En bestel alles wat ik vandaag heb laten zien. Als je dit soort video's leuk vindt, let me know beneden in de reacties. Want dan zal ik ze zeker vaker maken. En als je nog een of ander leuk video idee hebt, laat het me dan ook weten. Aangezien ik 4 video's maak in de week, ben ik altijd op zoek naar leuke video ideeën. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!